gezegd dat hij tijd nodig heeft. Voor wat? Hij hield niet van die vrouw. Al jaren niet meer. Oké, ik begrijp dat je dan toch wel een beetje weemoedig of zo bent als ze doodgaat. Het is toch de moeder van je dochter. Maar hij doet alsof zijn hele wereld is ingestort. Denk je dat je nog eens echt van iemand zou kunnen houden? Of verliefd zou kunnen worden? Echt verliefd? Het lentegevoel? Daar ben ik op dit moment niet mee bezig. Nee, dat snap ik. Ik ook niet hoor. Ja, en een luik is nog een keertje beter. Ja, waarom niet? Hoe kom je aan dat woord? Nou, ik weet ook niet wat een luik is. Ik gok het gewoon. Ja. En chemaitre lijkt mij echt als een luik. Ja, een chemaitre, de chemaitre, maar bij de is het met een S. Maar die hoor je niet. Dus het is gewoon een verzonnen woord. Ja, dan kan het toch wel goed zijn dat je toevallig goed gokt. Hou toch eens op over dat eten. Jij hebt het de hele tijd over eten, ik niet. Nee, ik wil genieten van het leven. Ik wil van alles genieten, de tijd die ik nog heb. Ja, van wat dan nog meer? Alles. Hallo, heb je crème de marron in je oren? Het is gewoon een truc. Ja, of een complot. Je weet niet veel wat het is. Zet een complot. De femme. Een complot maligne. Maligneuze. Ik bedoel, jullie zeggen dan wel dat ik twee vrouwen heb. En dat het zo fijn voor me is. Want kijk nu toch eens. Hè? Hij met zijn twee vrouwen. Maar zo is het niet. Ja, ja zo is het wel, maar zo is het niet. Klashelder. Het is wel waar wat ik zeg. Het is wel waar.